وعلينا أيضا رعاكم الله أن ننشر الوعي بين أفراد مجتمعنا الإسلامي بخطر هؤلاء الرافضة، خطرهم علينا وعلى أولادنا وعلى زوجاتنا وعلى جميع أفراد المسلمين عموما. كانوا شي ناس شي شباب كيحضروا للدروس أسبوعيا، ولكنهم تشيعوا، ولكنهم تشيعوا. Over de Koran zijn we het eens, maar over de overleveringen verschillen de Sjiïten en de Sunnieten van waar ze die overleveringen vandaan halen, van welke mensen ze deze overleveringen vandaan halen. De Sjiïten halen deze overleveringen van de Ahlul Bayt alayhum assalam. Dat zijn de verwanten van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. De Sunnieten halen de overleveringen van bepaalde metgezellen, zoals Aisha bint Abu Bakr, Anas ibn Malik, Abu Huraira en Ibn Omar. Het overgrotendeels van die overleveringen komen van deze vier personages. Wij gaan deze vier personages onder de loep nemen. Aisha is een interessante vrouw. Interessant niet op het gebied van uiterlijk, maar op het gebied van personage. Aisha heeft vele interessante praktijken die ik met jullie ga behandelen. Zo gaf Aisha bijvoorbeeld ghusl aan vreemde mannen. Ghusl betekent de grote islamitische rituele wassing. Zij gaf lessen aan vreemde mannen over hoe zij zichzelf ritueel moeten gaan wassen. Stel je voor, jij bent op vakantie, jij bent een zakenman, je bent weg en jouw vrouw blijft alleen thuis. En zij geeft onder de douche les aan vreemde mannen. Zou jij het als man accepteren? Zou jij zo'n vrouw als vrouw accepteren? Absoluut niet. En de bronnen in betrouwbare Soenitische boeken kunnen wij dit terugvinden. Laten wij de bronnen erbij halen. In Sahih al-Bukhari, overlevering 251, staat er dat Aisha bint Abu Bakr les gaf aan vreemde mannen over hoe zij hunzelf moeten gaan wassen. En het interessante hieraan is dat in Sharh Sahih Muslim staat er zelfs dat zij haar borsten liet zien aan hun, aan deze vreemde mannen. Naam, naam. هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب. عائشة بنت أبو بكر خي نغزاوس فدر زو خاف زي بورست فودينج عن فريمد مانا. Dit is ook terug te vinden in Soenitische boeken. In Fath al-Mun'im van Aisha gaf zelfs het advies, riep zelfs op aan haar nichten om borstvoeding te geven aan vreemde mannen. Dit kunnen wij ook lezen in Sunan ibn Dawood, overlevering 2061. Alsof dit niet genoeg was. Aisha, haar privéleven hebben wij nu gehad. Maar wat zei Aisha over de profeet? Wat zei Aisha over de boodschapper van de islam? Vol met leugens. فصعد الجبل يريد أن يرمي نفسه من أعلى الجبل. فلما صعد الجبل
وأراد أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل، ناداه جبريل من الأفق الأعلى وقد تمثل بصورته، 600 جناح نشرها في الأفق الأعلى حتى غطت الشمس. الأفق الأعلى هو الأفق الشرقي من الدنيا جهة مطلع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى وقت طلوع الشمس. Zo zegt Aisha bijvoorbeeld dat de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zichzelf wou vermoorden. Hij wou zelfmoord plegen. Dit is ook terug te lezen in de Soenitische boeken. In Sahih al-Bukhari, overlevering 6982. You know the Prophet sallallahu alayhi wa sallam also got affected by the sihr. And this happened to him and he was under this, the influence of the magic for 6 months. For 6 months, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam could not sleep with his wives. That's it. With his wives. There are different types of sihr. One type, you cannot function biologically. En zo beweert Aisha dat de profeet van de islam, onder invloed was van zwarte magie. Dit is terug te vinden in de Soenitische boeken. In Sahih al-Bukhari, overlevering 5763. Dit gaat volledig tegen de edele Koran in. In de edele Koran, in hoofdstuk 25, vers 7 tot en met 9, lezen wij het volgende. En de onrechtplegers zeiden, jullie volgen slechts een betoverde man. Een betoverde man. Wie zei dat? De onrechtplegers. Dus Aisha behoort tot de onrechtplegers. Want zij beweert dat de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam een betoverde man was. Aisha blijft maar liegen over de profeet. En ze wilt de status van de profeet omverhalen. Ze liegt opzettelijk over de profeet. Zo beweert zij dat zij op 6-jarige leeftijd aan het spelen was, op een schommel, met haar poppen, en dat de profeet met haar ging trouwen, dus dat Aisha 6 jaar oud was. En dit is ook terug te vinden in de Soenitische boeken. In Sahih al-Bukhari, overlevering 3894. Aisha had ook een haat aan imam Ali alayhi salam. Dit is ook te vinden in de Soenitische boeken. In Musnad Ahmed ibn Hanbal, overlevering 18333. Aisha schreeuwde tegen de profeet, omdat de profeet meer hield van Ali dan van Abu Bakr. Wacht even, ik ben nog niet klaar. Al-Ghulani overlevert het volgende. Hij zegt dat hij in het huis van Aisha aanwezig was. En hij sliep in het huis van Aisha en kreeg een natte droom. Dit kunnen wij teruglezen in Sahih Muslim, overlevering 290. Wat heeft zich afgespeeld in het huis van Aisha dat Al-Ghulani een natte droom kreeg? En wat doet een vreemde man überhaupt in het huis van Aisha?